Lisbeth de Moor. Ik woon in Ogenal. Ik ben journalist en programmamaker. En sinds een jaar of drie freelancer en sinds januari van dit jaar echt ZZP'er. Het zijn dus best spannende tijden. Ik maak onder andere dit blad, Tussentijds. Ik ben nog hoofdredacteur van een blad in Brabant, De Roerom. En RTV Utrecht, daar werk ik al heel lang, vooral bij de radio, al een jaar of 13. En nou, daar kunnen mensen me ook soms van kennen. Ik woon hier niet zo ver vandaan, in de Chopinstraat, met mijn zoon en dochter, 17 en 21 jaar oud. De een doet eindexamen en de ander studeert, derde jaar, politicologie in Amsterdam. Wij wonen hier nu, nou, begin 2001, hè? Dat is al heel erg lang. Langzamerhand leer je de wijk dan wel heel goed kennen. Ja, we hebben het ook wel zien veranderen, veel gebeurd. En nu geniet ik vooral heel erg van het groen in de wijk. Lisbeth, je bent ZZP'er. Kun je vertellen wat er in coronatijd is veranderd voor je werk als ZZP'er? Ja, ik heb daarover na zitten denken. Voor heel veel mensen verandert er ontzettend veel, omdat ze niet meer naar hun werk gaan. Ik werk eigenlijk al bijna 3 jaar thuis. Daar was ik al erg aan gewend. Alleen het verschil is natuurlijk wel, je kunt niet even naar buurten om wat af te spreken. Je kunt niet even naar de stad, hè. Dat is toch wel heel anders. Ik was gewend 2 keer per week naar bodysports te gaan, naar de sportschool. Kan niet, nu doe ik thuis fitness, computer op tafel. En bodysports geeft dan allerlei leuke tips en oefeningen. Dus dat is een goede tip trouwens, ik ga daar naartoe. Dit is mijn werkplek, gedeeld nu. Met de kat, maar ook met mijn dochter die tegenwoordig puzzelt. Ze zit voor haar eindexamen en tussen de toetsen door is dit het tijdverdrijf. Kun je vertellen welke series je bijvoorbeeld kijkt op televisie of boeken leest? Heb je nog tips? Nou, ik kom er gewoon niet aan toe. Ik heb het echt heel druk, want naast alles wat ik doe, ook nog een huishouden, een dochter die examen doet. Ik heb een zusje met Down waar we ook aan moeten denken, want daar is de situatie wat ernstiger. Nou ja, weet je, ik kijk vooral hele stomme dingen naast het nieuws, want ik ben echt een nieuwsjunk. Dus eigen huis en tuin, dat stopt, dat vind ik echt heel erg, echt verschrikkelijk. Elke zaterdag vaste prik, al 20 jaar lang, dus dat ga ik ontzettend missen. En Bed and Breakfast, dat is ook een beetje een bejaardenprogramma, maar dat is zo heerlijk, daar kijk ik graag naar. En dat begon afgelopen weekend weer. Mijn kinderen lachen me uit hoor, want die kijken lekker naar Netflix met die Tiger Man of zo, maar voor mij hoeft dat niet. Kun je vertellen, Lisbeth, wat je ziet veranderen in de omgeving? Nou, wat mij als eerste opvalt, ik ga elke maand eten met een groep ouderen, 80-plussers, in het landhuis. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat doen we met de stichting Eten met je Hart. We hebben al verschillende dingen gedaan, paasmandjes gebracht, het landhuis heeft zijn soep gebracht, kaartje in de bus. Dus je probeert het contact een beetje te onderhouden, met ze te bellen. Verder, de winkels zijn open. De kapper is bijvoorbeeld dicht, dat is jammer. Mijn zoon klaagt bijvoorbeeld van, ja, ik heb kort haar, wat moet ik nou doen? Ik ga hem echt niet knippen, want het wordt hem niet. Dus ja, dat zijn maar hele kleine dingen. Maar ik vind vooral de eenzaamheid, vooral onder de ouderen. En misschien ook wel heel erg onder de jongeren. Dat vind ik een ding. En ik heb bewondering voor de ouders met kleine kinderen. Want dat lijkt me nog niet zo makkelijk hoor. Ik kom hier heel graag. Al jaren loop ik 's ochtends vroeg een rondje. Of 's avonds. Heerlijk rustig. Die mooie prachtige boten hier. Vorig jaar heb ik de Vierdaagse gelopen. Ik heb heel wat rondjes afgelopen met Janke hier ook uit de wijk. En nog steeds een lekkere route, ook de andere kant op richting Kanaleiland. Is een goede tip.